Het aanbod aan Android Wear smartwatches blijft groeien. En dit is de nieuwste telg in die familie, de LG Watch Urbane, de derde poging van LG om een slim Android horloge uit te brengen. De Watch Urbane heeft een rond scherm van 1,3 inch, de resolutie 320 bij 320 pixels en hij draait op een Snapdragon 400. En als dat allemaal bekend klinkt, dan is het omdat hij exact dezelfde specificaties heeft als de eerdere G-Watch Air. Het enige wat is veranderd is het uiterlijk en dat is volgens LG chiquer en daarom kost hij ook 100 euro meer. Smaken verschillen natuurlijk, maar wat in ieder geval vaststaat is dat de bouwkwaliteit goed is. De roestvrij stalen kast van de Watch Urbane voelt stevig aan en hetzelfde geldt voor de knop aan de rechterkant. Wel is hij erg groot, 11 mm dik bijna, een stukje dikker nog dan de G-Watch Air en dat betekent dat hij soms moeilijk onder bijvoorbeeld een mouw van een overhemd past. Veel mensen die hem zagen zeiden meteen, wauw, hij is echt te groot en te glimmend, maar dat hangt natuurlijk af van persoonlijke smaak. LG neemt in ieder geval de strategie van Apple over, brengt eigenlijk hetzelfde horloge twee keer uit, maar in verschillende uitvoeringen. En geeft mensen de keuze om een duurdere versie te kiezen als ze die zelf mooier vinden. De Watch Urbane is het eerste Android Wear horloge dat standaard de nieuwe versie van het systeem heeft, nummer 5.1. En dat brengt een aantal grote veranderingen met zich mee. Misschien wel de opvallendste is het nieuwe appscherm dat kan worden opgeroepen door opzij te vegen. Je krijgt dan een lijst te zien met drie van je meest gebruikte apps en daarna een hele lijst, alfabetische lijst met alle apps die op het horloge staan. Eerder was het best wel lastig om apps te starten. Je moest dat doen met je stem of je moest door allerlei menu's gaan. En het is nu een stuk aantrekkelijker geworden om de apps die op je horloge staan ook daadwerkelijk te gebruiken. Een andere belangrijke verbetering is dat het horloge zelf verbinding kan maken met wifi-netwerken. Eerder moest hij daarvoor altijd vertrouwen op een smartphone, maar nu werkt hij dus ook als je je smartphone niet bij je hebt. Als ik hier op de redactie zit en ik loop bijvoorbeeld naar de kantine zonder mijn smartphone, dan krijg ik hierop nog steeds mijn berichten binnen. En je krijgt zelfs sms'jes en telefoontjes hierop te zien. Je kan ook telefoontjes aannemen op het horloge, maar ja, je kan niet praten tegen het horloge. Dus dan gaat je telefoon aan de andere kant van het gebouw ineens een gesprek beginnen terwijl je er zelf niet bent. Een beetje nutteloos, maar het is in ieder geval leuk dat je nog dingen binnen kan zien komen als je je smartphone niet bij je hebt. Er zijn dus verbeteringen, maar zo zijn er ook nadelen. Ik heb deze twee keer verbonden aan twee verschillende smartphones en elke keer liep die daarna eigenlijk meteen vast. Ik moest direct het horloge opnieuw opstarten, anders was die eigenlijk niet bruikbaar. En ook daarna bleven er bugs optreden. Apps liepen vast en ik kreeg dan de hele tijd op het horloge meldingen. Bijvoorbeeld Foursquare is gestopt. Moet je erop oké drukken voordat je het horloge kan gebruiken. Het is gewoon een slordigheid. Het zal ongetwijfeld nog met een update een keer worden verholpen. Maar op dit moment nog een vervelende fout in het systeem. Net als bij eerdere Android Wear horloges werkt het systeem soms goed, soms niet. Het is handig om hier notificaties op te krijgen of om Google Now kaarten te zien, bijvoorbeeld met het weer of je reisplannen. Maar de stembesturing werkt niet zoals het zou moeten in het Nederlands. Ja, en eigenlijk is Android Wear nog niet een must-have. De Watch Urbane is de poging van LG om Android Wear horloges chiquer te maken. Of dat is gelukt, hangt af van persoonlijke smaak, maar duidelijk is in ieder geval dat mensen die prijs het belangrijkst vinden, beter kunnen kiezen voor een goedkoper horloge, want deze kan niks extra's. Als je überhaupt nog twijfelt over of je een smartwatch nodig hebt, kan je waarschijnlijk beter überhaupt nog even wachten.